De gemeente gaat bezuinigen en ook Almelo Sociaal valt daaraan ten prooi. Wat is Almelo Sociaal eigenlijk? Nou, Almelo Sociaal is eigenlijk de paraplu van drie clubs bij elkaar. Die dus van de gemeente geld ontvangen, dat gaat naar Almelo Sociaal. En dan de onderliggende clubs zijn dus de COSBO, dat is een ouderenbond die dus alle oudere bonden met elkaar verbindt. Dan hebben we cliëntondersteuning. En dat is dus de groep die dus individueel met cliënten gaat kijken van hoe kunnen we jullie helpen, zodat je de hulp kunt krijgen die je ook werkelijk nodig hebt. En dat geldt niet alleen voor de mensen die aan de onderkant van de ladder zijn, maar ook mensen die gewoon een brief niet begrijpen of die dus op een andere manier hulp van de gemeente nodig hebben. En dan is er nog de club Sociaal Domein. Dat is de club die beleidsmatig kijkt of de gemeente Almelo alle dingen goed doet. En daar mogen we gevraagd en ongevraagd advies voor geven. Ik snap dat de gemeente moet bezuinigen. Alleen wij doen dus werkzaamheden die de gemeente verplicht is om te laten uitvoeren. Dus we doen gewoon eigenlijk werk voor de gemeente. Wat ze niet zelf mogen uitvoeren, maar wat ze dus onafhankelijk moeten laten doen. Dat is een verplichting van hun om dus zulke raden in te stellen. En de meeste gemeenten, bijna alle gemeenten in Nederland, hebben dat als aan professionals uitbesteed. En de gemeente Almelo heeft als enige gemeente de prachtige vorm gevonden om dat samen met vrijwilligers te doen. Hoeveel bespaart de gemeente daar jaarlijks mee? Als ik even heel los uit de pols bedenk, dan is de gemeente per jaar in ieder geval 800.000 euro minder kwijt als ze dat bij een professionele organisatie doen of dat ze het hier bij Almelo Sociaal doen. En dat is een groots bedrag. En wij zijn dus ook van mening dat het raar is als je dus op de werkzaamheden gaat bezuinigen die je verplicht bent om te doen. Ondanks dat wij dus best bereid zijn met de gemeente om te kijken van, goh, waar kunnen we het misschien goedkoper nog doen. Maar dat betekent dat we dus bijvoorbeeld nu aan vrijwilligers een bijdrage geven van 400 euro per jaar. Waar ze dus minimaal een werkweek hebben van 5, 6 uur per week en dat gedurende 48 weken. En als je daar dan 400 euro per jaar voor krijgt, dan is dat wel heel weinig. Als dus de maximale vergoeding 1750 euro is. En dan denk ik van, nou, daar zouden wij wel wat aan moeten doen. Eigenlijk als je daar op die manier naar kijkt, dan moet je dus zeggen van op het moment dat je dat gaat korten, dan is dat alleen maar dat je dat kunt doen in overleg met elkaar. En niet zomaar even neerleggen. En daarom roepen wij zo langzamerhand ook, wij moeten niet afhankelijk zijn van subsidie. Maar we moeten gewoon een bedrag afspreken met de gemeente. Wat wij dus in feite gewoon krijgen, zonder dat het subsidie heet, maar gewoon werkzaamheden die voor de gemeente gedaan moeten worden. Wij zijn eigenlijk best heel tevreden over de manier waarop de gemeente probeert om zo goed mogelijk de zorg te gaan leveren. En ik denk dat wij in een gemeente waarin het ook heel hard nodig is, daar eigenlijk blij mee mogen zijn dat het ook op die manier gebeurt. Het houdt niet in dat je niet heel kritisch moet laten kijken naar je eigen beleid. En dat je dus ook nog heel goed moet kijken van mensen die misschien tussen wal en schip kunnen vallen. Of die wel goed genoeg geholpen worden. Nou, dat laatste stukje zijn wij voor als Almelo Sociaal. En dan moet de gemeente dat faciliteren op een manier waardoor wij ook dat werk goed kunnen doen.